Goedemiddag en hartelijk welkom. Het is 11 juni, het is iets over ene en we gaan het Nationale Hockeycongres, wat deze hele week virtueel tot u kwam, gaan we afsluiten. Klinkt een beetje droevig altijd dat afsluiten, maar dat valt natuurlijk allemaal wel mee. U heeft de hele week kunnen kijken naar allerlei verschillende invalshoeken en op heel veel manieren allerlei kennis kunnen opdoen. En het geruststellende is ook, mocht u het gemist hebben of denken, ik wil dat en dat nog eens, komt allemaal online, komt u op alle manieren, blijft het toegankelijk. Dus een heleboel kennis is niet verloren gegaan in één sessie, maar blijft de komende maanden op alle manieren zichtbaar. Hartelijk welkom. We gaan het officieel afsluiten. Vorige week deden we dat met de directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Vandaag hebben we andermaal hoog bezoek hier in Den Bosch. Want de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, Erik Cornelis, is hier naartoe gekomen. Hartelijk welkom. Dankjewel, Tom. En aan de andere zijde Jeroen Bijl, de technisch directeur. Uiteraard ook welkom. En dan zeggen ze altijd niet te veel over tophockey beginnen, Tom. Maar we ontkomen er even niet aan. Jeroen, ik begin maar even bij jou als technische man. Want wat was het leuk, hè, gisteravond? Ja, dat was een prachtige wedstrijd. Met alles erop en eraan. Veel emotie. En dan uiteindelijk een mooie uitslag. Shootouts tot de laatste seconde. Spannend. Erik Cornelis, de voorzitter is natuurlijk heel neutraal en ook FIA-lid en ja. Zo. Maar die moet op zijn eigen manier ook... Hoe kijkt de voorzitter naar zo'n wedstrijd? Nou, ik was rustig aan het kijken. Maar toen die 1-1 viel, toen ben ik ook opgesprongen. Volgens mij als een van de weinigen op de hoofdtribune. Want ik was echt blij voor ze. Want ik zag ze toch ook wel een beetje worstelen. En liep allemaal niet zo lekker. Maar ik vond het waanzinnig knap om te zien hoe ze gewoon twee keer uit de achterstand terugkomen. Ja. En veerkracht tonen. En dat werd gelukkig beloond. Terecht. Dan even naar het organisatieperspectief van zo'n toernooi. Want het is natuurlijk op alle manieren anders gegaan dan jullie anders gewend waren. Ja. Vorige week stonden we nog aan de aan de voorkant. Hoe is het nu na een week? Hoe is het gegaan? Ik moet zeggen, waanzinnig trots op Joost Vetterato en zijn team. Maakte voor het toernooi nog de grap naar Joost van... na al die toernooien die zo goed hebben gegaan, nu een wat grotere uitdaging voor je. Dus dat is ook wel eens leuk na al die jaren. Maar dat heeft hij heeft het echt fantastisch gedaan. Het was een hele moeilijke start aan de voorkant, omdat we heel laat pas wisten wat kon en wat niet kon. Zelfs ook wat discussies tussen VWS en de gemeente Amstelveen. Over regels, interpretatie, et cetera. Ja, en de eerste dag zit je daar. En ik zei nog, ik weet dat ik zat naast Erik Gerrits. Dat we elkaar een beetje aankeken en dachten, een hockeytoernooi in Nederland wat niet uitverkocht is. Oei, hè, dat voelde raar. En dan loop je na een wedstrijd het stadion uit. En dan, waar je normaal natuurlijk sponsorbijeenkomsten hebt, ontvangst, bekenden tegenkomt. Was het nu een beetje rondkijken, wat mag wel, wat niet. En uiteindelijk liep iedereen gewoon naar huis en naar de parkeerplaats. Maar ik moet zeggen, als je nu een paar dagen, of eigenlijk richting einde toernooi gaat. De sfeer is hartstikke goed op de tribune. Ondanks dat we met maar een derde van de mensen zitten. Het loopt hartstikke goed. We hebben geen klachten. De grenzen worden natuurlijk een beetje opgezocht. Maar dat hoort misschien bij Nederland en het hoort zeker ook wel bij het hockey. Maar wel op een goede manier. Dus gisteren werd er ook spontaan toch maar gejuicht en gedaan. En dat moet ook kunnen, denk ik. Heb je richting sponsoren, partners, waarvan er een aantal heel trouw zijn, die wil je ook nog op de een of andere manier toch iets bieden in deze periode? Kan dat? Lukt dat? Zij snappen natuurlijk ook wat er allemaal wel in de er zijn een aantal partners die zelf hebben gezegd dat ze wat terughoudender zijn in activatie. Omdat ze natuurlijk zelf nog niet aan het werken zijn op kantoor, et cetera. Dat het ook raar voelt om dan met klanten of medewerkers naar een toernooi te gaan. De Rabobank heeft zo'n speciale actie opgezet dat ze leden van de Rabobank of klanten van de Rabobank eigenlijk de kaarten ter beschikking stelt die ze normaal voor gasten hebben. Een aantal anderen zijn wel, Deloitte is wel degelijk actief, maar op kleinere schaal. Uiteindelijk zijn, moet ik zeggen, de hele coronaperiode, maar ook nu rond zo'n event, ze zijn ons allemaal enorm trouw gebleven en zien ook dat wij er alles aan doen om er nog iets van te maken. Dus ik denk dat we daar goed doorgekomen zijn. En de hoop is natuurlijk dat het eerstvolgende toernooi volgend jaar toch weer op de ouderwetse manier kan. Eén vraag eigenlijk ter geruststelling van iedereen die kijkt. Want we hebben bij de Rijksoverheid gezien dat onder druk er wel wat financiers zijn uitgegeven die later niet meer helemaal waren terug te vinden. Ga ik niet al te flauw doen, maar je snapt wel wat ik bedoel. Financieel moet je het op de een of andere manier, want het kost natuurlijk wel net zoveel geld of veel anders. Ja, het kost wel iets minder veel geld, omdat ze natuurlijk minder opbouw hebben, et cetera. Maar ik moet zeggen dat daar VWS, het werkt een beetje als communicerende vaten. Hoe minder er mogelijk is, hoe groter de bijdrage vanuit VWS is en andersom.
Ja, en ik denk, wij zijn altijd met de mensen op het bureau enorm goed in staat om goed te budgetteren en daar binnen te blijven. Dus daar maken we ons geen zorgen om. Ja, nou, dan doen wij dat ook niet bij deze. Dan, Jeroen Bijl, als we naar de sportieve kant van het toernooi kijken. Eerst even zo'n EK 2 maanden voor de Olympische Spelen. Daar zitten toch allemaal mensen. We zien het bij heel veel sporten over. Er is een WK judo aan de gang. Het is natuurlijk het komt ook uit een andere tijd. Wat is de waarde, zeg maar, gevoelsmatig? Ja, gevoelsmatig. De waarde is dat je een zo zie ik het wel, goed beeld geeft waar je op dat moment staat. Het is echt anders dan een normale zomerperiode met alleen Olympische Spelen. Want in je periodisering hou je heel erg rekening met een bepaalde belasting in bepaalde periodes. En bij een aantal sporten is het gewoon heel moeilijk om binnen, zeg 6 weken, 8 weken, om dan een piekmoment te hebben. Dat geldt voor individuele sporten. En voor teamsport is dat nog bijna moeilijker, omdat je veel wedstrijden moet spelen. Je bent eigenlijk een week lang dat je eigenlijk goed moet zijn. Dus we hebben ook wel echt gekeken van hoe ga je nou daar in balans mee om? Want je wilt een EK wel goed spelen, maar je wil hem eigenlijk ook winnen. Het is voor het thuispubliek, het is een titel. Maar je moet je niet over de kop lopen en rennen. Je moet eigenlijk nu nog niet top zijn. Dat klinkt heel gek. Dat mag zondag absoluut. Maar er moet nog steeds ruimte voor verbetering zijn, want je moet nog een tijd. En je hebt ook nog gewoon die tijd te vullen naar de Olympische Spelen toe om beter te worden, want daar is iedereen top. Dus het is heel, ik ben heel benieuwd bij heel veel sporten wat dit teweeg brengt. Ja. Ik denk dat er best wel is na deze zomer wellicht wat andere ideeën kunnen komen over piekmomenten, periodisering. Dat het toch en daarmee zeg je eigenlijk stiekem, misschien is het ook wel goed om 4 tot 6 weken voor zo'n toernooi iets te moeten doen. Nou, ik zeg niet bij voorbaat van het is goed. Ik ben wel heel benieuwd wat er na die tijd uitkomt. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de voorbeelden die jij noemt. Ja. Judo, zwemmen. Die hebben allemaal een hele andere voorbereiding. Anderzijds, we, noem ik het maar even, al die landen, we hadden ook heel lang geen wedstrijden op dit niveau gehad. Dus anders moet je ze ook wel spelen. Hè? Want anders speel je dit voor het eerst na 1,5 jaar op de Olympische Spelen. Ja, klopt. Nee, we hadden al hele programma's klaar voor oefenwedstrijden, et cetera. Dat is anders dan een toernooi. Je moet ze zeker spelen. Ook weer heel interessant, hoe gaat het met de ploegen die dat dus niet doen? Hè? Dus de Australië, Nieuw-Zeeland zijn natuurlijk twee landen die bijna geen competitie hebben. En zeker niet op titels. Hè, dus het oefenen zijn toch weer wat anders. Heel benieuwd ook weer hoe zij daaruit gaan komen. En dat weten we eigenlijk allemaal pas achteraf. Dus wat dat betreft kan het hele interessante spelen worden. Ja, ja. Dan toch ook even over gisteravond, nog even los van de uitslag en de winnaar. Volgens mij ging iedereen beginnen aan die wedstrijd met die Olympische Spelen in zijn achterhoofd. Maar ik had het idee, ik zomaar ergens, dat dat rond de derde kwart, dat er weinig meer in de achterhoofd verbleef. Dat kan niet. Als er zoveel publiek zit, is dan ding op het spel, er is rivaliteit. Er kan niemand met een handrem spelen. En daar geloof ik niet in. Want ook die wedstrijd die we daarvoor tegen de Belgen speelden, in 2 weken daarvoor, voor de Pro League. Daar waren de Belgen gewoon niet goed. Maar ik denk niet dat je met de handrem opspeelt. Die doet dat niet bewust. En zij zaten denk ik in een andere periode, in een fasering waar ze misschien zwaar getraind hadden. Dus er zijn allerlei oorzaken voor. Het belangrijkste is nu dat je steeds eigenlijk ziet dat je groeit en je basisniveau sterker wordt. Dat er geen diepe dat je niet meer diep zakt. En wat dat betreft denk ik, ongeacht de uitslag van gisteren, die is mooi. Daar zijn we blij mee en dat is ook eigenlijk wel belangrijk op dit moment. Maar wat ik eigenlijk voor de speler belangrijk vind, is dat het basisniveau steeds wat hoger wordt. En soms iets terugvalt, dan weer wat hoger. En dat is goed. Dat is goed met nog 6, 7 weken te gaan. Eén vraag nog over het toernooi. Want dit soort sporten, en daar is ook iedereen van, moet die evenementen ook een beetje aangrijpen om die sport uit te dragen, zeg maar. Lukt dat voldoende? Want er is heel veel tv. Ja, ik moet zeggen, blij met de tv-aandacht van de NOS. Daar merk je wel dat hockey natuurlijk toch altijd een kleine broertje of zusje van voetbal is. Hè? Want daarom spelen we voor vanmiddag al om 4:30 finale, omdat natuurlijk het EK begint. Maar los daarvan doet de NOS heel veel. Alle de wedstrijden van Nederland worden uitgezonden, voorbeschouwing, nabeschouwing. Wat we een beetje missen hier is de activatie eromheen. Hè. Nou, WK Hockey in Den Haag was natuurlijk heel goed voor. Maar ook het EK 4 jaar geleden, waar we heel veel via site events konden doen om ook de hockey in bredere zin te promoten. Maatschappelijke kanten. Niet alleen van hockey, maar ook van de hele sport. Ja, dat is wel een punt wat ik wel een conclusie vind na hopelijk op het eind van de coronaperiode, is dat we de sport nog veel beter op de kaart moeten zetten. Niet alleen hockey, maar
Ik vind dat we nog niet goed genoeg op de kaart staan in Den Haag qua sport. En dat, dat is jammer dat je dit toernooi daar nog niet goed genoeg voor kan gebruiken door de beperking. 500.000 kijkers rond ik maar even af. Nou is dat ook altijd maar een gemiddelde. Ja. En het was mooi weer, want er waren een heleboel programma's. Is dat eigenlijk mooi? Ik vraag het eerst maar eens aan jou. Is dat mooi? Is dat niet mooi? Ja, ik zit niet zo goed in dat soort getallen. Mijn beeld is dat dat heel aardig is. En zeker voor een live wedstrijd hockey. Wat natuurlijk best veel directe fans en leden heeft. Maar de mensen eromheen die ook gaan kijken. Dat zijn er ook een heel aantal geweest. En je hoort ook hele positieve reacties, ook uit mijn omgeving natuurlijk, ook van niet-hockeyers. Ja. Dus ik denk dat het wel veel waarde heeft. De getallen zeggen mij niet alles daarin. Maar ik vind het heel behoorlijk, 500.000. Ja. Laatste vraag. Zo'n EK of we willen of niet, het is toch wachten op de spanning. Nou, die kwam dan gisteren. Maar je kan toen ook niet kleiner maken, denk ik, hè, dan met 8 landen. Of zijn daar toch stiekem gedachten over? Nee, zeker niet. Zeker niet. Want ik denk, kijk, bij de mannen is het ook weer iets anders dan bij de vrouw. Ja. Bij de vrouw is de top in Europa wat smaller en zit de concurrentie meer buiten Europa. Je zal toch dit minimaal hebben. Want je wil juist dat de landen 6, 7, 8, 9 ook door kunnen. En moet niet vergeten, het is ook kwalificatietoernooi voor de WK. Dus er wordt in die pool daaronder, ondanks dat er wat minder aandacht is. Maar met Spanje, Frankrijk, Wales, nou, Rusland iets minder aandacht. Die spelen voor die vijfde plek nog. En dat is toch wel heel belangrijk voor die landen. Want daar hangt de Olympische funding aan vast, et cetera. Ja. Frankrijk-Rusland was best nog een spannend potje. Ja. Nou ja, en Frankrijk-Duitsland was achteraf ook een heel spannend potje. Dus in die zin, nou oké. Okay. Dan gaan we even verder kijken. We beginnen weer met jou, want dan gaan we naar die Olympische Spelen. Dat is natuurlijk een bijzondere periode geweest. Je hebt er net iets over verteld. Het wordt ook allemaal anders dan anders. Is eigenlijk al duidelijk hoe het wordt? Want er komen eigenlijk... Ja, bijna dagelijks nieuwe berichten uit Japan. Nou, je moet echt inderdaad opletten dat je niet achterloopt. Elke keer komt er weer iets bij. En het wordt heel streng en strak. Qua restricties, richtlijnen, et cetera. Wel voorbeeld. We zouden onze voorbereiding in Japan doen. Niet in Tokio, maar op andere plekken. En bij de mannen is het al een paar keer dat we eigenlijk rond waren. En dat zo'n stad dan toch zei van, nou, we doen het niet. Er zitten zoveel restricties aan waar wij aan moeten voldoen. En jullie mogen zo weinig. Dus we hebben bij de mannen bijvoorbeeld daarom besloten om niet naar Japan te gaan in pre-camp. Maar dat gaan we nu via Spanje doen. Dat is weer jammer, want dan mis je een beetje de vochtigheid die daar waar we eigenlijk voor naartoe gingen. Bij de dames hebben we het ingekort, het Japan. Gaan we nu maar een week naartoe. Zouden we ook langer zijn gegaan. Maar ik kan het wel noemen, zij mogen dus alleen in het hotel op hun verdieping... Een aparte eetzaal. Ze mogen in timeslots naar het dakterras. En ze hebben 1 plek naar buiten waar ze hun duur aan toe kunnen wandelen. En ze mogen trainen. En dat is het. Ja. Nou, als je dan 2 weken doet, dan kan je nagaan. Maar dit gaat dus ook echt iets anders. Ja. Ja, iets wat we allemaal niet kennen, denk ik eigenlijk. Hè? Ik bedoel, de handicap is voor alle landen even groot. Maar dat kan een rol gaan spelen natuurlijk. Kun je daar voorbereiden? Ja, je hebt het er ongetwijfeld over. We hebben het er veel over. En inderdaad, bereid je voor op het meest slechte. Hè? Is dan, wat is dat worst case scenario? Daar ga je vanuit. Nou, dat bespreek je met de ploeg. Dat doet de staf overigens hoor. Vrij uitgebreid. En dan is het makkelijk vanaf hier te zeggen van, dat is geen probleem. Maar ja, je weet natuurlijk wel wat... Wat het uiteindelijk gaat worden als je daar bent. En de staf is goed voorbereid. Maar ja, voor de speelsters en spelers, die moeten ook wel weten hoe ze het is niet eens alleen denk ik het fysieke, maar juist dat mentale element. En een bubbel in Nederland is soms toch een andere dan daar. Want het is echt heel strikt als je ook alle regelgeving... Ja, met GPS-systemen. Ja, 24. Ik hoorde dat. Ja. Ja. Ik spreek jou nu even aan, niet als voorzitter, maar als FIH-bestuurder, zeg maar. Want als Internationale Hockey Federatie, hoe leeft dat daar? En wat leeft er daar? En wat kunnen jullie daar eigenlijk? Hebben jullie invloed op het geheel? Nou, we hebben zeker invloed. Want de zogenaamde playbooks die worden uitgegeven vanuit het lokaal organisatiecomité, Japanse overheid, IOC. Die worden voor media, officials, maar ook spelers, die worden vervolgens per sport vertaald naar wat betekent dat voor hockey. Dus de mensen in Lausanne zijn daar druk mee bezig om die vertaalslag te maken. En dat gaat dus eigenlijk over iedereen die rondom dat hockey betrokken is. Hè? Van scheidsrechters, de officers op de wedstrijd. Mensen die, ik heb dan straks vanuit de FIA daar ook een formele rol. Dus voor mij ook allerlei strikte regelgeving, beperkingen. En natuurlijk, hoe ga je straks met spelers om? Wat betekent het dat als er één besmet geval is, moet de hele ploeg dan uit de competitie of niet? Nou, daar is natuurlijk allemaal over nagedacht. Maar dat verandert met de dag. En daar zitten de FIH, net zoals alle sportbonden, heel kort op. Ja, het wordt hoe dan ook anders dan anders. Ik heb
ergens de stille hoop. Want er zit natuurlijk altijd bij de Spelen terughoudendheid bij de bevolking. Hè? Voordat ze zijn, of het naar Londen was of Rio. En nu zit er terughoudend bij Japan, met name die angst voor dat virus. Maar ik heb de hoop, als we eenmaal van start zijn en ze zien dat de sport het ook goed georganiseerd heeft, dat er misschien in die laatste weken wat meer ruimte komt. Misschien is dat wishful thinking ook. Maar het zal compleet anders zijn dan anders. Voor iedereen die daar is. Ja. Kunnen jullie er zelf heen bijvoorbeeld? Nou, wij gaan... Kijk, vanuit de FIH... alle sportbonden zijn verantwoordelijk voor hun sport daar. Hè? Dus het is niet de IOC die verantwoordelijk is voor de hockeyuitvoering, om het zo maar te zeggen. Dus wij als FIH hebben daar de verantwoordelijkheid. Dus er gaan mensen daar naartoe, waaronder ik zelf vanuit, dat heet dan de jury of appeal. Dan heb je een formele rol daar, waarbij als er issues zijn rond de wedstrijd, tuchtzaak, et cetera. Dus ja, dan kan je. Maar als je geen formele accreditatie hebt, nou, Jeroen weet dat natuurlijk ook vanuit de eerdere spelen. Als je geen formele accreditatie hebt, kom je gewoon het land niet in. Ja. Waar je vroeger wel het land in kon en gewoon ergens een kaart kocht of een dagpas of... Kan dat allemaal niet. Dus het zal heel beperkt zijn. Wij zijn ook zelf aan het puzzelen. Je gaat ook kijken wat is nodig of niet. Nou, we hebben wel gezegd als hockeybond. We hebben denk ik de grootste delegatie. Met twee teams inclusief begeleiding. Ja, wij kunnen ze daar niet naartoe sturen zonder dat er mensen van ons zijn. Als er issues zijn, er zorgen zijn. Wat er... Dus we zijn wel aan het kijken wat kan. Maar het zal heel beperkt zijn. En in die begeleiding, Jeroen, kunnen de hockeyteams hun... Er is altijd wat gedoe over de medische staf, hè? Want niet elk team kan zijn eigen dokter, kan ik me herinneren. En daar weet je alles van, dat moet je een beetje verdelen met hem. Maar is de begeleiding verder, zeg maar, op dezelfde sterkte als men zou wensen? Ja, dat is al toegezegd, ook door NOC. We hebben de stafaccreditaties, die zijn ruim voldoende in goede mate bedeeld. Dus we hebben eigenlijk wat we willen. Normaal hebben we een iets grotere staf bij een WK, maar dit is voor Olympische Spelen prima. Ja. Dan even nog naar het toernooi zelf. Ja, even, we kunnen heel lang, maar we doen het even. De concurrentie, nou, we zien in Europa nu wel hier heel goed deze week hoe iedereen er een beetje voor staat. Waar kijken we verder naar? Wat hebben jullie het ongetwijfeld over? Ja, je hebt natuurlijk de Europese landen, nou, die zijn bekend. Ik denk wel dat het wat groter gaat worden. Het totaal aantal bij de mannen heb ik het nu even over. Ik denk dat India mee gaat doen. Die met Graham daar, die een fulltime programma hebben. En eigenlijk best groei hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren. De laatste jaren aan het komen zijn. Hè? Ja, dus die... Zeker voor het hockey trouwens, hè? Ja, met zeker. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk nog Argentinië bij de mannen. Die niet voor niks in Rio volgens mij goud gewonnen. Ja. Dus die moet je altijd, daar moet je altijd rekening mee houden. En dan heb je Australië er nog bij. Dan heb je toch een heel groepje. Als je in de kwartfinales, de laatste acht, kan er heel veel gebeuren, hoor. Daar kan er heel veel gebeuren. Ja, maar doet in Japan in eigen land, die natuurlijk ook gewend zijn aan... Met de dames blijft het wel dun, maar daar heb je natuurlijk ook met Argentinië, Australië, naast de Europese landen. Dus dat wordt een mooi toernooi. Ja. Ja, heel benieuwd. En het Europees gezien met de vrouwen is toch Duitsland. Uiteindelijk denken we, één na beste. We mogen best zeggen dat Nederland op dit moment het beste elftal heeft. Maar... Ja, nee, dat moet je ook zeggen. Ik wil niet zeggen dat je ook altijd maar gewoon eenvoudig wint. Hè? Want als winnen makkelijk zou zijn, dan... Ja. Maar Engeland valt natuurlijk wel tegen. Dat is jammer, want die waren natuurlijk de laatste jaren best wel serieuze concurrentie. Ja. Maar... Nog even over India. Ik zei natuurlijk niet voor niks. Hockey en Olympisch, daar is wel eens over. Volgens mij zijn hockeyers zelf altijd degene die op de kaart gaat zeggen. Blijven we nog wel Olympisch. Ja. Maar los daarvan, het lange termijn perspectief voor de wereldsport hockey is India cruciaal, denk ik. Hè? Ja, maar India is cruciaal, maar ik denk nog sowieso verdere verbreding. Wij zijn als hockey wel goed in staat om onze eigen kritiek te organiseren. Want ik denk dat wij ook in vergelijking met heel veel andere sporten echt wel een internationale sport zijn. En kijk naar het lijstje wat Jeroen net zeker bij de mannen noemt. Dat is echt een brede top. Maar goed, maar we zullen India door moeten... tegenwoordig een miljard mensen van de wereldbevolking. Ja. Als die serieus komen. Ja, maar goed, je zou hetzelfde kan je natuurlijk ook kijken naar een land als Amerika bij de vrouwen. Dat is natuurlijk heel, heel graag hadden we die erbij gehad. Of willen we daarbij houden. Goed, die hebben wat andere sportinfrastructuur op hockeygebied. Maar hetzelfde geldt voor landen als China, Korea, Japan. Hè. Daarom heel fijn dat het nu in Japan is. Willen meer landen erbij hebben. Maleisië, om een paar te noemen. Die FIH doet er allerlei programma's. Ja, je doet er van alles aan om dat ook internationaal uit te dragen. Hè? Ja, ik moet wel zeggen, maar dat zal niet iedereen die hier kijkt gezien hebben. Ik heb in de afsluiting bij het congres vorige week wel een beetje, laat ik zeggen, een kritische noot geuit. Omdat ik vind dat het te veel een Europa-Azië-battle werd. Met verkiezingen, met politiek, et cetera.
Nou, is sport op dat niveau altijd politiek? Ja. En of we het leuk vinden of niet. Maar goed, er zit altijd een element van politiek in. Maar ik heb er wel gezegd, dus we moeten met elkaar de handen ineens aan om die sport groter te maken. En of dan gaat een hockeyontwikkeling met nieuwe vormen of op nieuwe landen erbij betrekken. Maar ook op topniveau. En een van mijn paradepaardjes, en ik denk, gooi hem er toch maar in, want misschien wordt het ooit opgepakt, is een regionale Pro League. Waarbij we in Europa spelen met bijvoorbeeld toevoeging van Frankrijk, Ierland om wat te noemen. Maar ook dan in Azië met toevoeging van Maleisië, ja. Pakistan, Korea. En dan in die zin die sport groter maken. En dat we dat gewoon samen doen. Ja. Jeroen Bijl, anderzijds dicht bij huis. Ik keek nog eens even naar het aantal Nederlandse trainers en hockeykenners die er ook op dat EK rondloopt. Wij zijn er ook wel heel goed in om onze eigen concurrenten veel beter te maken. Ja. Er zei ooit eens een Belgische hockeyliefhebber tegen mij. Nou, we bedanken jullie nog. Ja. En dat bedoel ik, wat de Belgen natuurlijk eigen kracht aan. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Nederlanders hebben daar... Ja. Is dat ook wel eens een punt van zorg? Nee, niet in zorg. Ik vind eigenlijk is het een teken dat je qua opleiding een aantal goede dingen doet. Ik denk nog steeds dat de groei in kwaliteit van coaches nog beter zou kunnen. Het overigens in Nederland. Ook daar zijn we intern natuurlijk wel mee bezig. Maar dat bijvoorbeeld Raoul nu naar België gaat. Ja, bij de dames is dat helemaal... Ik vind dat eigenlijk wel een goede zaak. Dus het is niet zozeer dat ik nou denk van... wat een slechte zaak van we organiseren onze concurrentie beter te worden. Ik me herinneren dat we een keer verloren van Guus Hiddink en Rusland als Nederland. Dus het gebeurt in andere sporten ook. Nee, maar ik bedoel, het is een ontwikkeling waar je ook weinig van. Ja, maar het schaatsen zie je het ook veel bijvoorbeeld. Hè. Dus het is... Los even van de top hockey, andere vormen. Van zaalhockey tot de hockey fives. Er gebeurt van alles. Houdt de technisch directeur zich ook daarmee bezig, in die zin? Nou, wel op een afstand, in de zin van dat we daar natuurlijk naar kijken. Hoe ga je daarmee om? En bij zaalhockey hebben wij bijvoorbeeld zelf maar dat was ook al voor mijn tijd, maar dat is gewoon een beleidsbesluit geweest, dat je het zaalhockey ook kan zien als een deel van de opleiding voor het veld. He, dus het is deels ook voor jonge, talentvolle spelers om een keer een groot toernooi te spelen. Of juist voor een hockeyontwikkeling goed. Dus we gebruiken het echt als een ook wel als ontwikkeling. Dat is een beetje samen. We willen daar ook wel wat presteren, maar ontwikkeling, opleiden blijft belangrijk. En Hockey 5 is echt een nieuwe vorm die internationaal natuurlijk veel gepropageerd wordt. Daar kijken wij nu op die manier naar dat we dat zien als iets van die ontwikkeling volgen we. Ook dat kunnen we gebruiken voor de ontwikkeling, de opleiding van spelers. Maar altijd wel gelinkt naar het 11 tegen 11 veldhockey. En het heeft geen prioriteit als het gaat om bijvoorbeeld tijdens competities, et cetera. Dus het is, we volgen het. Het is een beetje zoals rugby sevens gegaan is. En dan voor de grote rugbylanden. Ja. Die hebben het eerst ook even laten liggen, gekeken. En op het moment dat het Olympische Spelen was, doen ze mee. En dan winnen ze medailles. Nee, maar goed, het is natuurlijk in die zin is het voor de ontwikkeling van hockey heel goed. Hè? Wij kijken heel vaak vanuit onze Nederlandse bril. Waar je, neem het Amsterdamse Bos, waar het toernooi nu is met... wat hebben we, 12 kunstgrasvelden. Er liggen aardig wat velden. Nou, in een gemiddeld land liggen er 2 misschien. Hockey 5 maakt het bijvoorbeeld veel makkelijker mogelijk om op kleine schaal een veld of iets van infrastructuur te creëren. Heel wat voor mij ook wel een beetje een les was, in Afrika wordt er best veel zaalhockey gespeeld. Omdat het veel makkelijker is om een zaalfaciliteit te delen met andere sporten dan ergens een kunstgrasveld neer te leggen. Dus voor de ontwikkeling is het denk ik hartstikke goed dat dit gebeurt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een ontwikkeling in alle sporten. Want je kan naar 3-3 basketbal kijken, de 20 cricket, noem alle varianten maar op. Dat sporten wat kleiner, urban, spectaculairder worden. Ja, dat is toch de nieuwe generatie kijkers en spelers. Ja. Dus je zal er wel in mee moeten gaan. Maar wij hebben altijd gezegd, we zijn passief volgend. Totdat het op te spelen komt, als het komt. En dan winnen we gewoon 2 keer. Dan willen we meedoen. Ja. Andere ontwikkelingen, ook wat meer naar even onze eigen clubs en dingen. De zaken als verduurzaming, goed, die overal in de samenleving. Hoe leeft dat in het hockey en wat kun je daar als bond en club samen mee? Nou, het leeft zeker in het hockey. Het wordt de rol die wij er als bond zien is zeg maar initiërend, stimulerend. Misschien ook wel een beetje de visie daarop uitdragen. Maar tegelijkertijd is het succes alleen daar als de clubs het uiteindelijk ook oppakken. En dat soms is dat omdat wij iets bedenken en de clubs het omarmen en uitrollen. Maar soms is het ook andersom. Clubs bedenken iets en wij pakken het op. Als je dan kijkt naar duurzaamheid, aantal thema's.
natuurlijk heel veel clubs al bezig zijn met ledverlichting, zonnepanelen op het dak, gezonde, want duurzaamheid is natuurlijk niet alleen de klimaatkant, maar ook gezonde sporten, kantines, alcoholgebruik, et cetera. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Deels internationaal, maar ook wel Nederland kijken we natuurlijk ook met kunstgrasleveranciers. Hoe kan je die kunstgrasvelden duurzamer maken? Want het is natuurlijk gek, hè, waar we vorig jaar in de zomer een sproeiverbod en een beperkt doucheverbod hadden. Of gebod, hoe het heette. Dat je wel de hele dag kunstgrasvelden nat sproeit. Ja, daar wil je natuurlijk kijken of je daar iets kan doen zonder overigens, hè, want dat werd dan gesuggereerd, we gaan weer terug naar zandvelden. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar wel kijken hoe kan je op een andere manier andere type kunstgrasvelden creëren. Ja, dat is absoluut een thema. En dan is duurzaamheid, de gezondheid, de vitaliteit, maar ook de inclusiviteit heel belangrijk voor ons. Ja, want het uur hiervoor ging over die Hockey Foundation. Ja. Dat is zo'n mooi voorbeeld. Ja, waanzinnig mooi. Nou goed, we stonden natuurlijk achter het scherm een beetje te kijken. Ja, je ziet ook de passie, hè, bij zowel Johan Peter, maar ook bij Paul. Gabrielle zat dan op afstand, maar goed, de passie die daar uitstraalt, ja, dat is volgens mij waarom we het allemaal ooit hebben gedaan. En toen het werd gelanceerd, ik heb ook gezegd, en ik zeg maar, dit is voor mij wel een van de hoogtepunten. Een totaal initiatief, hè, met HC Feyenoord gestart is, waar wij dat proberen te omarmen, te helpen, ook met wat clubs en anderen. En dat vervolgens vertalen aan Hockey Foundation, waar vervolgens onze hoofdsponsor Raadbank vol achter gaat staan de komende 10 jaar. Wat in Sportland natuurlijk unieke partnership is, dat je voor 10 jaar vooruit tekent om dit te omarmen. Ja, volgens mij is dit een van de mooiste dingen die we gedaan hebben. Maar gaan doen. Interessant is ook, dit is een idee wat als het ware lokaal ontstaan is. Ja. Bottom-up heet dat tegenwoordig bij het mooie woord. Hè? Maar je snapt waar ik naartoe wil, Jeroen. Want enerzijds technisch directeur bij de Bond aan de bovenkant. Er komen ook allerlei speltechnische dingen, ontwikkelingen. Hoe communiceer je dat met clubs? Wat komt uit clubs naar de Bond toe? Of is de Bond daar toch leidend in met zijn nationale teams en alles? Ik vind het een lastige vraag, want er gebeurt best veel. En aan de andere kant zijn het ook best wel gescheiden werelden. Clubs en de lijn, zeg maar, van de nationale teams. We hebben met de aanstelling van Joost van Geel een aantal jaren geleden prestatiemanager. Die doet vergrote opleidingen, maar die kijkt ook bijvoorbeeld naar andere spelvormen. Dus de jongste jeugd kunnen al op een vroegere leeftijd beginnen. Daar heeft hij wel contacten mee met de clubs en er komen wel dingen van de clubs. Dus we proberen wel te kijken wat zijn nou de ontwikkelingen die het best passen bij de ontwikkeling naar gewoon überhaupt hockeyer. Dus niet alleen top. Wat is pedagogisch van belang? Daar kijken we wel mee. Maar dat komt ook wel voor een deel juist vanuit de clubs. We zijn nu aan het kijken van wat is nu voor de jongste jeugd. Hoe oud kunnen we ze laten beginnen? De Benjamins kan je als spelvormen bedenken. 2-2, et cetera. Dus dat doen we wel bewust. Een aantal van natuurlijk niet groot hoor. Aantallen. Maar in die zin zeg je, is de communicatie goed? De ideeën die mensen hebben, kan het beter? Ja, dus dat is het. Het is altijd het is ook vrij snel vanuit clubs dat ze dat meer zouden willen. Ah. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel clubs die we moeten bedienen. Maar dat loopt wel, ja. Ja, ik vind wel dat daar wel dingen... Ja, maar er zijn denk ik heel veel goede, ook als je naar andere spelvormen kijkt. Hè. Er is ooit een damesveteranencompetitie op dinsdagavond georganiseerd. Waarvan, dat was dan nieuw, waarvan we dachten, hey, dat is een hartstikke goed initiatief. Ja, dan zijn we de eerste die zeggen, jongens, dat moeten we omarmen. Bedrijfshockey, maar het shake hands, het terugbrengen van die normen waarden in dat hockey kwam ooit van twee clubs in Noord-Holland. We hebben gezegd, nou, als het daar werkt als pilot, rollen we het in Noord-Holland uit, dan over het land. En dan gaan wij, en dan kunnen wij als bond het groot maken. Maar het begint, ja, ik zeg altijd, hoe liever dat het bij een club begint, want dan heb je direct draagvlak, dan dat wij van bovenaf iets opleggen. En als we dan inderdaad, we laten de EK los, laten we Olympische Spelen los. En dan zijn we alweer aan het hockey, zijn we wel blij om. Maar hoe kijken we naar het volgende seizoen? Want het moet een verademing zijn voor iedereen. Ja, je merkte gisteren, ik had, misschien vul ik in hoor, maar ik had echt het gevoel, eigenlijk het hele toernooi, maar ook gisteren. En je merkt natuurlijk ook wel als je door de stad fietst, want er is een soort mensen, soort coming out van vreugde. En we mogen weer, we kunnen naar buiten. Gisteren stonden nog een paar oud-internationals met Amsterdam 3 te trainen tijdens het EK op het veld. Ja, die waren zo blij dat ze weer daar buiten waren. Iedereen staat te springen om weer wat te gaan doen. Dus daar kijken de spelers naar uit, maar wij natuurlijk als bond ook. De clubs kijken naar uit. Ja, en ik heb echt het idee dat we
ik denk dat we heel goed gepositioneerd zijn als hockeysport. Om dat echt vanaf eind augustus, begin september in één keer heel goed weer... weer gewoon eigenlijk terug naar af te brengen, zeg maar. Erik Gerritsen, de directeur, zei, want je hoort bij veel bonden zorgen over het ledenbestand. Die zei, we moeten voorzichtig zijn, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Is dat een signaal? Ik zie jullie gek genoeg instroom in de onderkant, hè, de jongste jeugd tijdens coronatijd. We zien nog steeds wachtlijsten, ook van studenten, et cetera. Ik denk dat wij één heel groot voordeel hebben, dat je hockey... per definitie op een accommodatie. Je kan niet even in het park gaan hockeyen. Dat is toch moeilijker dan voetbal of andere. Maar ik heb ook in de discussie over het bindingsmodel vorige week tegen een aantal clubs gezegd. We moeten ook niet kijken wat padel heeft gedaan bij tennis. Waar tennis eerst dacht van, geloof ik wel, dat is een beetje een hype. En uiteindelijk hebben ze het pas in tweede instantie omarmd. En nu zijn ze samengegaan, terwijl padel deze groei heeft gemaakt. Ik denk, we moeten niet naïef zijn dat het vanzelf gaat. Maar we staan daar relatief goed voor qua ledenaantal. Verenigingen staan daar, vind ik, relatief goed voor. Dus ik denk dat we goed gepositioneerd zijn om het weer snel op te pakken. Als we even naar het tophockey van de clubs kijken. Zeg maar even een hoofdklasse, één klasse daaronder. Daar is natuurlijk ook van alles gebeurd. Andere manier moeten sporten, andere manier. Maar ook misschien wel qua sponsoren. En zo is daar zicht. Wordt dat lastiger? Zeg maar, worden de geldstromen die daarvoor dan toch noodzakelijk zijn op een bepaald niveau, worden die lastiger? Of hebben jullie daar geen zicht op? Nou, we hebben daar niet in detail zicht op. Je hoort wel de verhalen, hè, van een aantal clubs die zeker toen het... Of we niet wisten mochten starten. Hè. Het is natuurlijk eigenlijk fantastisch geweest dat we die hoofdklasse helemaal hebben uit kunnen spelen. Hè. Inclusief play-offs. Ja. Op zich denk ik al een prestatie op zich. En voor de clubs denk ik cruciaal geweest. Als je het hebt over financiën en begrotingen. Ze konden natuurlijk niet alles bieden aan sponsors, et cetera. Ik heb geen hele ernstige verhalen gehoord. Wel lastig. Maar niet dat er nu clubs op omvallen staan of iets in die geest. Nee. Nou zei ik, ben heel benieuwd, hè? Bijvoorbeeld bij die Olympische Spelen. Dingen. Zijn er ook al dingen waarvan je zegt, die hebben we nou echt geleerd de afgelopen periode? We hebben dingen niet kunnen doen, maar misschien was het wel heel goed om dingen niet te doen. Of is de tijd daarvoor te kort nu om daar iets over te zeggen? Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Best een angst was, ook dat moet je eigenlijk gewoon gedegen onderzoek naar doen, dan laat ik dat vooropstellen. Een angst van een tijd niks gedaan hebben. Je begint weer te trainen, je gaat vrij snel wedstrijden spelen, je moet veel wedstrijden spelen. Wat betekent dat uiteindelijk voor de belasting van spelers, blessuregevoeligheid? Nou, en daarom zeg ik, je moet een gedegen onderzoek naar doen. Maar de dames hebben natuurlijk een paar van dat soort blessures wel gehad. En dan heb ik het ook over de clubs, hoor, dus niet alleen het nationaal team. Bij de heren vond ik het in het begin best bij de clubs dat ik dacht, oeh jongens, gaat het allemaal goed? Ja. En uiteindelijk is dat toch ook wel goed gegaan. En bij Nederlands Elftal was eigenlijk iedereen toch wel fit binnengekomen. Dus daar had ik aan de voorkant, dacht ik van, oeh. Dus, maar je vraag of we van, hebben echt nu al extreem dingen of expliciet dingen geleerd of zullen we dingen laten? Nee, dat heb ik nog niet zo... Maar je zijn wel alert genoeg om daar natuurlijk goed op te letten. Zeg maar. Ja. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we nu niet gedaan? Ja. Wat misschien nog wel aardig is, je hebt een enorm enthousiasme gezien onder ouders om te vlaggen, te fluiten of er te zijn. Ja. En ik maak er wel schappen over. Ja, ik denk, laten we dat enthousiasme vasthouden. En toen was het de noodzaak om je kinderen te kunnen zien. Maar laten we het vooral blijven doen, want dat is volgens mij de kracht van alle sporten in Nederland. En zeker ook bij hockey zijn die vrijwilligers. Dus laten we dat enthousiasme er vooral in houden. Ja, want daar waar we een heleboel werelden zien, en we zitten hier nu ook weer online, omdat het niet anders kan. Normaal doen we dit mooi het hoofdkantoor van de Rabobank met 300, 400 mensen, heel Nederland. Sport leent zich niet zo online, toch? Maar e-games wordt natuurlijk steeds groter. Dan moeten we echt. En zelfs Olympisch e-games krijg je straks. Maar. Volgens mij heeft één, en dat was ook wat ik net in het begin zei, één ding wat we volgens mij met z'n allen hebben geconstateerd, dat sport gewoon een essentieel onderdeel is van sociale cohesie, vitaliteit, gezondheid. Bekende verhalen. Ik denk dat we daarvan nu wel hebben ingezien dat dat zo is. Ik denk dat we ook hebben ingezien dat we dat niet bij iedereen nog goed in het hoofd hebben gekregen. En dan kijk ik toch ook een beetje naar de overheid. Want ik vind dat we heel laat, niet alleen hockey of de teamsporten buiten, maar ook binnensport, et cetera, te laat eigenlijk als oplossing voor het probleem zijn.
Dus ik heb de hoop dat iedereen dat nu wel doorheeft, dat we dit gewoon, dat sport en zeker de sportinfrastructuur in Nederland waanzinnig sterk is en ook een waanzinnige, ja, hoe zeg je dat, een middel is om die samenleving een stap verder te krijgen. Dus daar, ik hoop dat dat een les is. Ja, en het andere, we weten natuurlijk allemaal ook gewoon de sociale interactie die je niet alleen door zelf, maar ook de mensen eromheen, de vrijwilligers, de besturen, de ouders hebben. Ja, dat is toch iets wat we hebben gemist. Dus. Het gaat wel weer terugkomen, hoop ik. Ja, nou, je ziet het vrij snel ook weer bij zo'n EK. Weet je, de eerste twee dagen een beetje onwennig, maar uiteindelijk, mensen komen ook wel weer snel in dat ritme. Hè. We zijn natuurlijk toch gewoon gewoonte dieren. Dus. Ik wil wel grappig over jouw vraag van wat is er dan precies wel of niet. Ah, je hebt even kunnen nadenken. Ja. Nou, ik zat erover na te denken. Mooi. Nee, want je, waar je heel erg, ook met die spelers in de staf mee bezig bent van jongens, bereid je voor op het meest rare scenario. Dus de flexibiliteit, je adaptievermogen, dat moet toenemen. En dat is ook volgens mij gebeurd. Hoewel je nu alles weer kan, zie je ook wel weer iedereen in zijn oude, wat jij ook zegt, regelmaat, structuren, terugvallen. Ja. Ah. En eigenlijk zou het mooi moeten zijn om met tegenslagen om te gaan of met andere situaties. Ja. Maar in die zin is de Olympische Spelen aankomend ook minder planbaar. Ja. Waarschijnlijk op allerlei gebieden dan wij misschien nu denken. Ja. Het kan zijn dat je ook met de bus een keer al. Ik bedoel, in die zin gaat die vraag naar flexibiliteit. Ja, maar dat is ook wel iets wat we benoemd hebben. Max benoemt hem ook vaak expliciet. Ja. He, van hoe ga je daarmee om? Ook dadelijk tijdens het toernooi. Ja. Heeft de technisch, we gaan zo'n beetje naar het slot toe. En dan gaan we onze woordkunstenaar zo introduceren. Want die mag de echte afsluiting voor ons gaan doen. Hij is zich al aan het klaarmaken, zie je. Dus dat is mooi. Heeft de technisch directeur nog wensen op korte of lange termijn? Of als hij een mijmert over de hockey toekomst? Waar denkt de technisch directeur dan aan? Ja, de wat langere termijn. Aankomende jaren. Wat best een lastige is in de jaren dat ik hier nu zit, is de goede afstemming van het programma Nationaal Team en de clubs. En het is beide belangrijk. En hoe kom je daar nou gezamenlijk uit dat er een optimale situatie komt, die zowel voor de clubs hoofdklasse, maar ook voor het Nationaal Team. En eigenlijk het belangrijkste voor die 22 spelers. Want die zitten er vaak tussen. En daar zijn we nu met een project gestart om te kijken van hoe kan je de tophockey verbeteren. En daar zitten heel veel aspecten aan. Hè? Dus de financiën, licentie, marketing, et cetera. Maar het sporttechnische, dat zou echt ook voor het hockey, wil je als Nederland leidend blijven in tophockey, cruciaal zijn. Hoe kan je dat nou afstemmen? En dat niet alleen Nederlands elftal, maar eigenlijk, en dat is ook wel een wens voor mij, ook voor de jonge oranjes. Dus ook in de lijn. En want die zouden ook wellicht wat meer moeten trainen. Kunnen die op een hoger niveau bij de clubs trainen? Kunnen die op een hoger niveau bij ons trainen? Dus die structuur, dat zou nog wel een optimalisering kunnen krijgen. Dat is een van de taken die jij en met je team en je mensen ook volgt. Ja, en het is een hele lastige, omdat de belangen, hè, die je hebt eigenlijk clubs. Ja. Dus het is niet zozeer van dat er één belang belangrijkste is, maar die drie belangen om dat te verenigen, dat zou wel een wens van mij zijn. Okay. Ja. En daar kunnen we wel iets meer optimaliseren, zijn we mee bezig. Ja. Dezelfde vraag eigenlijk aan de voorzitter op korte, lange termijn. Ja, nou, ik zat erover na te denken. En kijk, ik denk dat de afgelopen jaar dat we gezien hebben in de hockeysport, dat we elkaar heel goed kunnen vinden. Tussen bond, tussen hoofdklasseclubs, maar ook de overige verenigingen in het land. Met hele flexibele oplossingen waar we net over hadden. Snel aanpassen, financiering vanuit de bond waar nodig was. Hulp van vereniging naar elkaar toe, et cetera. En het staat, ik weet niet of de mensen het kunnen zien, samen sterker, het thema. Ik denk dat we dat hebben aangetoond. En ik denk als we met elkaar dat blijven realiseren de komende jaren, dan ben ik een blij man. Dus laten we vooral met elkaar samen die hockeysport een stap verder brengen. En niet in zij-wij of Bobo's versus club of de bond zegt zus of wij vinden de vereniging zo. Echt samen weet doen. Weet elkaar dan, te vinden. Ja, en dan ik denk dat we dan een hele mooie toekomst tegemoet gaan. Wij blijven nog even zitten. Ik dank jullie vast, maar ik ga jullie straks nog officieel bedanken. Samen sterker is inderdaad het thema. En inmiddels op zijn plaats gearriveerd, nog schrijvend aan zijn laatste woorden. Atta de Tolk, we hebben jou gevraagd om ons te observeren, het congres te observeren. Ik ga er verder niks meer over zeggen, want jij gaat ons meenemen. Dank u dat u onderdeel was van het congres. Dankzij jullie betrokkenheid was dit een groot succes. Een hele week waarin de hockey bruist. In dezelfde week waarin Europa door hockey juicht. Heel Europa wordt er weer aan herinnerd. Voor hockey is Nederland de plek. Met een leuke afsluiting vandaag onder leiding van Tom van het Hek. Met de toppers van de sport een topgesprek.
waar het al gauw ging over de EK-wedstrijden. Over de momenten die de echte liefhebbers verblijden. Ook over de organisatie van het geheel en de geheimen. De stille krachten die niet meer op het veld staan, maar waardevol zijn als goudmijnen. Die constant zaaien, zodat we allemaal kunnen oogsten of delven. En sportbreed hebben we ons allemaal doen gelden. Ik zeg we, want zelfs ik als buitenstaander voel me onderdeel, al heb ik nog nooit een potje hockey gespeeld. Dit is meer dan een potje hockey. Dit gaat veel verder. Dit is een bond en een verbond en nu zijn de doelen nog scherper. Corona heeft ons verrast en maatregelen moesten ons voor onze eigen veiligheid beperken. Maar juist daardoor is onze veerkracht nu beter te merken. Dit is ons momentum waar we moeten doorpakken. Schouders eronder. Zulke sterke schouders omhoog houden en niet laten inkakken. Dat vergt doorzettingsvermogen. Dat maakt dapper. Toch hielden sommige zorgen ons nachtenlang wakker. Maar weer blijkt na regen komt zonneschijn en nu zitten we gebakken. De kracht van hockey mag in beeld en mag meer worden ontplooid. Dat is een ongoing mission. Dat kan nooit in zijn geheel zijn voltooid. Gelukkig zijn we niet van plan om ooit te stoppen. Hockey zal populairder worden. Zelfs corona kan die kracht niet verstoppen. Er zijn nu versoepelingen. En dat is het fijne. Want even leek een hockeystick vooral een houtje om op te bijten. Er zijn zoveel aspecten die dit geweldig maken. En natuurlijk verbeterpunten om ons verbond sterker te maken. Daarom dienden experts zich de hele week aan als inspirator. Om de koers te bepalen. Waar gaan we voor? En om dat te verzekeren, wisten we te regelen dat in verschillende sessies zaken konden verbeteren. Speeches, motivationals en inhoudelijke stof. Om zo het stokje over te dragen. Dan houdt het namelijk niet op. Dat is toch mooi. Dat is toch net zo tof als het winnen van het toernooi. Denk maar eens terug aan toen. We herinneren ons niet alleen de kampioen, maar ook de pioniers die veel voor de sport hebben kunnen doen. Dat gebeurt grotendeels achter de schermen. Dat ligt bij jullie, de basis, de ijzersterke harde kern. Zie alle Nederlandse trainers en experts op het EK. Zijn we onze eigen beste concurrenten? Of is het op het grote toneel te representen? Op de kracht, dat is het logische. Vergeet niet de verbinding van de sport en zelfs het pedagogische. De kracht van hockey zit in het verenigen. Ga dat veld op samen. Je bent niet de enige. Of je je nou richt op de aanval of verdedigen, of de drankjes aan de bar of de structuur verstevigen. De hockeysport heeft een USP in dat warme bad. Een welkome dimensie waarmee je even uit de waan van de dag stapt. Daarom is de slimmere onder ons van mening dat je zelfs aandacht moet hebben voor wat men meeneemt naar de training. Laat dat niet bij theorieën alleen. Concretiseer dat met daadkracht. Alles groeit en bloeit nou eenmaal bij aandacht. Zo zetten we met z'n allen een stevige stap. Zelfs als er ooit een tegenslag komt, zijn we zo niet terug bij af. Dit is een collectief dat kwaliteit weet te leveren. Moet de Nobelprijs voor de vrede aan de hockeyers worden gegeven? Sociale cohesie, maatschappelijke vraagstukken. De oplossingen voor de problemen die op onze maag drukken. Als we ons samen in blijven zetten, dan gaat het zeker lukken. Mik op de roos en bloos door de boeketten die we samen gaan plukken. Wees niet bang, hockeywereld. Stap uit dat hockey, ga de wereld in. Alle gekheid op een stokkie, want wat je in die wereld vindt, is dat zelfs na het tijdperk van afstand houden, hockey de wereld weer verbindt. En dat is hoe je wint. Dankjewel. Langzamerhand al tot de hockeyfamilie behorend, Atta. Dat was alweer de derde keer met hockey. Hartelijk dank en graag uiteraard tot de volgende keer. Ik ga ook de gasten danken. Jeroen Bijl, de technisch directeur, die ik uiteraard heel veel succes wens. Ook, dankjewel.
al doe je zelf niet mee, maar met al jouw gedachten en achtergrond op de tribune. De komende 3 dagen bij de EK natuurlijk nog. Een halve finale van de vrouwen en hopelijk 2 finales vervolgens. En dan uiteraard heel veel succes bij het grote doel in Tokio, waar die teams jarenlang, inmiddels 5, op aan het wachten zijn. Dus dank. Erik Cornelissen, voorzitter van de Hockeybond. Zeer veel dank voor je komst uiteraard ook. En al je bevlogenheid en betrokkenheid die je hier weer ten toneel gespreid hebt. Zullen we toch maar afspreken dat we volgende keer gewoon weer fysiek in Utrecht gaan doen? Doen we zeker. Het volgende Nationale Hockeycongres. Nou, dat is de wens die we dan uitspreken van hieruit. We hebben het deze week virtueel gedaan. U heeft op ongelooflijk veel manieren, en daar dank ik ook alle mensen voor achter de schermen, op heel veel manieren, met heel veel facetten, voor uw club en voor het hele hockey kennis kunnen maken. Ik hoop dat het u datgene gebracht heeft. En nogmaals, heeft u dingen gemist? Blijf allemaal on demand, zoals dat met zo'n mooi woord heet. Komen via alle kanalen tot u. Heel veel dank voor het kijken, maar vooral ook ongelooflijk veel dank voor al uw inzet, voor al die verenigingen. Heel veel succes te komen. Er wordt nog gehockeyd, er wordt nog druk gehockeyd, hebben we overal kunnen zien, gelukkig. Even korte zomerstop en dan een heel nieuw seizoen waarschijnlijk met echt een nieuwe lente en een geluid. En wij steunen deze oud-internationals ook, onze nationale teams natuurlijk de komende tijd. Heel veel dank en hopelijk graag fysiek weer tot ziens op het volgende hockeycongres.